Weet u dat vanaf volgende week de trams niet meer rijden? Ja, dat weet ik. Ik heb een brief in de bus gehad of een folder. Het is begonnen, de vervanging van de trambaan. Hoe gaat het tot nu toe? Dit is het tweede deel van de grootschalige vervanging van de infrastructuur. Dat betekent dat we vorig jaar al een deel hebben vervangen. En wat je ziet is dat alles zo'n beetje versleten is. De spoorstaven, de ballast is op, maar ook allerlei andere constructies. En dat tijdens voor vervanging. U stapt net uit de bus. Wat vindt u van de verbinding met de bus en de tram? Op zich sluit het prima aan, alleen het kost me wel meer reistijd. De Utrechters en de mensen uit Nieuwegein en IJsselstein die vanuit het zuiden naar Utrecht willen om te werken, die kunnen vanaf vandaag weer met de tram. Helemaal op tijd op de manier waarop we dat in schema hebben gezet. We hebben gemeenschappelijk met de aannemer heel veel inspanning geleverd. En ja, dan ben je dan aan het eind van het proces dan ook een beetje, dat je zegt ja, wij hebben het gepakt. Stap op die tram.